Ik ben verliefd op deze behandeling. Ik hou van wallen. Nee, ik hou dus niet van wallen. Ik wou al zeggen. Ik vind het zo'n mooie, snelle, pijnloze behandeling met echt enorm veel resultaat. Klopt. Het is een hele fijne behandeling om aan te kunnen bieden. Dankbaar. Want we maken er heel veel mensen heel erg blij mee. Ja, ja. Het is heel dankbaar. Ja. Wat je zegt, het is een korte behandeling. Het doet helemaal niet zoveel pijn. En mensen zien er gewoon echt zoveel beter uit. Dat je er dus uitgeslapen uitziet na de meest beroerde nacht die je hebt gehad. Nou, dat is het. Zelfs met een kater, kinderen, ja. Alles zie je er nog uit. Alsof je klopt. Nou, fijn, een weekvakantie hebt gehad. En ook als je bleek bent of zo, het maakt allemaal niet meer uit. Nee, het scheelt enorm. Ja. Alleen nu is het zo, niet elke wal is geschikt. Nee, dat klopt. Eigenlijk kan je om drie redenen een wal hebben. En de eerste is eigenlijk de letterlijke wal. He, dus dat er een verdikking zit, maar ook daarachter dan een soort gultje, zeg maar even. Dus dat er hoogte-diepteverschil in zit. Dat is een echte wal. Daar valt dan zo'n lekkere schaduw in, waardoor die heel erg opvalt. Maar soms hebben mensen een wal omdat het een donkere kring onder het oog is. Ja, dan heb je echt een soort vlek. Ja, dan is de huid donkerder. Dat is door hyperpigmentatie bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben best wel last van een rode huid onder de ogen. En dan zie je dat dus als een donkere kring. Hebben donkere mensen hebben daar ook vaak last van, hè? Juist eigenlijk, hoe donkerder de huid, hoe meer kans op hyperpigmentatie. Ja. Ja, klopt. Okay. En dan is er nog één. En dat zijn, omdat die huid bij de meeste mensen heel dun is onder de ogen, kan je van die haarvaatjes doorzien schemeren. En die vaatjes zijn vaak donkerblauw, dus dat geeft dan ook een beetje een donkere kleur. En nou is het zo dus dat niet elke wal behandelbaar is? Nee, in elk geval niet met fillers. Dus de behandeling die wij doen met fillers, dat is dus voor die eerste, voor die letterlijke wal, als er dus diepte in zit. Want die kunnen we eruit halen. Het is zeg maar, ja, ik kan hem nu niet zo goed laten zien, omdat ik hem bijna niet, ik heb net mijn wallen laten doen, maar zeg maar dat hier dat... Ja, het begint dus met het traangootje. Dat is eigenlijk van beide kanten zo'n driehoekje, zo'n streepje, ja, zo'n diep kanaaltje. Ja. En dan gaat hij bij sommige mensen over in een guultje die helemaal zo rond het oog loopt. Maar ook dan, want je hebt ook van die mensen, die hebben van die zakjes. Zeg ja. Dat dan oneerbiedig? Ja, dat is heel oneerbiedig van jou. Maar dat klopt wel. Er zit onder het oog zit een vochtmembraan en daar hou je vocht vast. En dat kan zich dan dus, dat wordt dan juist dus dikker. Ja. Maar dan wordt het daarboven dus, lijkt het dunner. En als je dus dan die overgang van dat wat, waar het wat dikker is naar daarboven, als je daar toch wat filler doet, dan verloopt die overgang vloeiend en valt het dus veel minder op. Terwijl je dus die dikte er niet weghaalt. Ja, en wat ik zo geweldig vind, is dat het gewoon, het haalt de scherpe randjes ervan af. Ja, de vermoeide blik verdwijnt. Zonder het, ja. En die hebben mannen ook heel vaak, valt me dan op. Zeker. Dit is echt een behandeling bij uitstek. We zien nog steeds meer vrouwen dan mannen bij ons in de kliniek. Maar voor deze behandeling gaat het bijna gelijk op. Yes. Want dit is ook voor mannen een hele mooie behandeling. Ja, mocht je man zijn en je denkt, moet ik het doen? Ja. Ja, kom. Ja. Nou is het zo dat het blijft eng met een naald om je oog. Ja. Ergens in de buurt bij je ogen. Ja, dat klinkt heel griezelig, hè? Ja. Ja. Maar het is eigenlijk niet anders dan ergens anders in het gezicht. Als je als arts daarvoor opgeleid bent, dan weet je heel goed waar je wel en niet moet prikken. Dus dat is belangrijk. Ga altijd ergens heen waar goed opgeleide artsen zijn die deze behandeling veel doen. Wij zijn heel erg voor veiligheid. Dus wij prikken deze filler vrij diep. He, dat wil zeggen dat je dus uit de buurt blijft van dat vochtmembraampje waar we het net over hadden. En dat je dus, wij prikken ook wat lager, dus eigenlijk alleen waar je het bot voelt, daar prikken we. Zodat er dus echt 0,0 kans is dat we bij het oog in de buurt komen. Ik hoorde laatst zeg maar in de gang dat je er blind van kan worden. Ja, maar dat is een keer gebeurd. Hè? Maar dat is zoiets ontzettend uitzonderlijks. Dat het hierheen komen naar deze kliniek in je auto is veel gevaarlijker dan dat je dus door de behandeling aan één oog blind zou worden. Kijk, ja, en uiteindelijk blijft het sowieso een ingreep. En iedereen weet, daar zitten risico's aan verbonden. Maar toch, deze ingreep is in mijn ogen, ik vind hem heel, ja, wat ik zeg, heel dankbaar. Ja.
Wat kost hij? Wat kost het om je wallen weg te laten halen? Nou, dat is een beetje afhankelijk van wat we moeten doen. Hè? Want bij sommigen hoeven eigenlijk alleen maar die traangootjes op te vullen. Dat kan je voorstellen, dan is het wat goedkoper dan als we ook nog op het jukbeen wat meenemen. En zelfs bij sommige mensen doen we het nog aan de zijkant, de laterale kant van het oog ook nog een beetje. Dan hebben we iets meer filler nodig, wordt de behandeling iets duurder. Dus je bent zo tussen de 500 en de 700 euro kwijt. En kan het zo zijn, want ik heb ook wel eens gehoord dat je dan bijvoorbeeld extra zwelling hebt of zo na de behandeling. Dat wordt wel. Direct na de behandeling heb je wat extra zwelling, want de huid reageert gewoon op het naaltje, zeg maar, op het prikje. Dus zelfs als ik jou alleen maar zou prikken zonder dat ik er iets daadwerkelijk inspuit, dan krijg je al zwelling. Maar dat is zwelling die heel snel verdwijnt. En dus binnen 2 dagen is die weg. Is een lunchtime treatment? Nee, dit is geen lunchtime treatment. Tenzij jij het natuurlijk niet erg vindt dat al jouw collega's zien dat je dat hebt gedaan. Maar als jij dat niet prettig vindt, dan moet je zeker 2 dagen rekening houden dat je wat extra zwelling hebt. Plus wat kans op blauwe plekjes. En die kan je vaak wel camoufleren. Hoe lang heb je profijt van deze fantastische... Ik blijf maar zeggen, fantastisch, geweldige, niet normaal te trekken, zo briljante behandeling. Nou, ongeveer 1 jaar gemiddeld. Er zijn mensen die er iets korter mee doen. Er zijn ook mensen die er nog iets langer mee doen. Ik ga een persoonlijk verhaal vertellen. Ik dacht laatst, goh, wat zie ik er moe uit en heb ik stress en ik weet niet wat er is en ik zie er een beetje bleek uit. En toen keek ik in het spiegel en toen dacht ik, oh, moet mijn wallen weer laten doen. Ja. Dus dan... Je bent eigenlijk niet meer na dit jaar ben je een beetje gewend hoe je eruit ziet. Dus op het moment dat je denkt, hé, wat zie ik er moe uit? Zo ongeveer 9, 10... Of mensen gaan dat tegen je zeggen. Oh, nog erger. Dat is nog erger. Is er wat? Ja. Ja. En dan denk je, oh ja, ik moet weer. Ja. Ja. Want voor mij is het echt geen vraag of ik het nog... Ik doe het gewoon hoppakee nog een keer. Ja. Ja, het is fijn. Ja, het is heel fijn. Ja. En een hyaluronzuurfiller dus. Ja, we gebruiken hyaluronzuur voor deze behandeling. En dan ook nog weer een speciale voor onder de ogen die wat minder vocht aantrekt. Dus dan heb je ook minder kans op van die puffy eyes. Ja, die wil je niet. Die wil je niet. Nee. Nee. Heb jij maar het eigenlijk de eerste... gedaan? Ik heb het ooit gedaan, maar het is te lang geleden. Het mag wel weer. Nou, ik zat net te denken, moeder van 3 kinderen. Ja, dus. Goed geslapen vannacht. Niet zo. Ik heb bijna geen ballen. Nou ja, dat is dan misschien nog het wonderenwerk van dokter Bart. Ik wou net zeggen, van dokter Bart. Ja.